Het is een speciaal cafeetje. Ja, je vindt er in feite niet zoveel bij zijn kind. Ja, een beetje een bruin café ook. Hè. Bruin café, paardcafé. Ja, en meestal, als je dan mensen binnenkrijgt die nog nooit geweest zijn, is dat meestal vol verwondering hoe dat er hier uitziet, hoe gezellig dat is. Het is typisch iets. Het is iets, hè. Ja. Het heeft iets. En hoort daar genoeg van de mensen ook op. Een stuk of 10, 15 die hier zeer regelmatig komen. En dan weer een vaste stoel aan. Daar had het op een plaats gezeten. Je hebt nu altijd op de nieuwe tafel zitten. En we zullen toen spreken van de vrijdag. Hè? Dus dan zal de eigen plaats genomen hebben. Heb er die altijd op moeten ook staan. Dan kun je dan een keer een mopje tegen vertellen. Of hoort er wel veel ook. Vaar het beste, dat is hier in het café, ja. Dat zijn twee dingen. Dat is de gewoon filies, Genève. En als het iets speciaal is, de oude vlam. En dan, de rest weet ik niet wat er op de kaart staat. Pils, dat is wel pils en cava. Daar heb ik moeten voor zorgen. Al is dat ik het zeg, jaren geleden, met Sylvie te samen, hebben we dan al opgedrukt voor kamer te kunnen verkopen. Soms, hè, zeker in de zomer, gebeurt het al dat we hier op de bank al een paar zitten te wachten. En dan weet ik van sommigen, weet ik, in deze moest een koffie hebben, in deze moest een pintje hebben, in deze, die drinkt zijn een boer. En zo rolt dat van het een en ander. In feite moet niet aan mij vragen, maar als je dat vraagt, aan anderen nee, gaan ze zeggen van, hij kunt er niet zonder. Kan wel zonder, maar het zou moeilijk zijn, dat is een feit. Nee. En wat is er nog dikwijls kunnen zeggen van, heb je geen bedje staan zeker? Omdat ik ja, zo dikwijls kom. Hè. Museum. We werken maar voor het museum. Omdat in tijd subsidies ons niet veel en dus het cafeetje werkt voor het museum. He, want we hebben nog in geweest van de vrienden van het gaan van het cafeetje. Heeft ze nou zo'n zwarte autootje, camionet, ik weet niet of dat nog bestaat, van camionet gekocht. Hebben ze dan een keer computers gekocht en een keer dingen gedaan. Dat is de bedoeling en dat is, dat vind ik dat wij daar een klein deeltje meedragen. Dat is dus de bedoeling. Je hebt dat in je hart van het museum. Dat ik dan toch ergens een steentje bijdragen aan het huis van Olijn op het museum. En aan het cultuurgebeuren sowieso in hart. Ja, dus ja, dat. Ja, het is een beetje mijn tweede thuis. Voel me hieruit. Hij heeft ook een vreemd meegemaakt.